Yo, what up guys, een hele goede dag en welkom bij aflevering 72 van Assassin's Creed Odyssey. Op mijn YouTube kanaal van harte welkom allemaal, we staan op Kythira, toch? Even snel checken hoor, anders geef ik weer verkeerde informatie. Toch? Ja, Kythira. We hebben hier zoveel verschillende quests openstaan, we moeten wat gif jatten. Voor Diona, kunnen jullie haar nog herinneren? En dat moeten we doen in de Mycense ruïne. Maar recht tegenover me hier heb ik net even met Icarus gespot. Staat gewoon die kapitein die we moeten doden. Dus dat moeten we ook even doen. Alleen nog niet inleveren, want anders komt er misschien verkeerde progressie binnen. Ik wil natuurlijk wel nog eventjes, hoppakee, Diona bangen. Dat snappen we natuurlijk allemaal wel. Zeker ook om die ene gast een poepie te laten ruiken. En Diona is gewoon een lekker wijf. Punt uit. Van harte welkom dus allemaal. Ik hoop dat jullie enorm veel zin gaan hebben in de serie. We gaan dat bootje pakken om daar naartoe te varen en de kapitein neer te halen. Ik heet jullie allemaal van harte welkom. Als je van de serie geniet, van de comeback van de serie geniet, drop die blauwe duim om het kanaal te supporten, de video's te supporten en de serie te supporten. Als je een nieuwe kijker bent, vergeet het natuurlijk niet om ook te abonneren. En je kan me ook ten alle tijde steunen om een Denaden kanaallid te worden. I'd be a fool to take this boat into deeper water. Zo, Willy. De boot flikkert helemaal uit elkaar. Wat zijn ze allemaal aan het doen, joh? Oké, die zit al in de fik. These don't look like cult members. Probably just well-paid mercenaries. Het zijn inderdaad helemaal geen cult members. Ik weet niet waarom die gast dat dacht. Oké, hoe simpel kan iets gaan? Dit was echt te simpel. Ongelooflijk. Ik ga wel even meteen door, omdat er hier nog een grot is. En dan hebben we meteen het hele eiland afgerond. En dan gaan we terug naar Kythira, het hoofdeiland. Dit waren echt geen cultists. Of er moet hier opeens een supergeheim aan het licht komen. Maar dat denk ik niet. Is hier één schat? Nee, kan ik het niet plunderen? Ik blijf driehoekjes spammen, maar het lukt niet. Er was ook wel een mooie Origalcum erts. Dat is die meest zeldzame erts. Dus die heb ik meteen meegepikt. Grotje afgerond. Ik kan me nog wel herinneren dat we een tijdje terug nog hadden we de quest openstaan, die grotten van Griekenland, weet je wel. Maar die hebben we inmiddels ook afgerond. Wauw, prachtige lichtval. Ik hoop trouwens dat kleine roeibootje dat ik heb, dat die het gaat overleven om terug naar de overkant te varen, want de game ziet het als open zee en daar is het bootje overduidelijk niet voor gemaakt, dus hij viel al uit elkaar net. Oké, terug naar de ruïnes. Ik snap sowieso niet dat hij dit ziet als open zee. Het komt waarschijnlijk puur door de diepte dat de game het ziet als open zee.
This boat's not meant for deep water. Hier, deep water. Dit moet een boot toch prima aankunnen? Het hoeft toch niet opeens uit elkaar te vallen ofzo? Ik denk dat het bootje gewoon niet zo sterk is tegen golven. En juist daar ga ik nu precies tegenaan. Alright, overleefd, overleefd. Helemaal top. Nou, laten we de ruïnes intrekken en daar gaan we dus de buidel met vergif zoeken voor allebei de priesteressen. Eén is Diona, andere is de oudere zus. Daar doen we het allemaal voor. Die oudere zus heb ik nog niet eens ontmoet trouwens, maar dat gaan we deze aflevering ook doen, dus dat moet wel goed komen. These look like the ruins Theoni spoke about. Best be on my guard. Nice, een oude tablet. Daar kan ik later weer de Adrestia mee upgraden, dus dat komt mooi uit. Ik kan meteen voor chaos zorgen trouwens. Weet je wat, we pakken Icaros weer en dan zorg ik dat ik... Kut. Even hem aanval. Dan ga ik hier voor een best wel grote afleiding zorgen. Best stay out of sight. Hier, vuur. Damn it. Yo man, wil je nog aanvallen? Alsjeblieft. I never thought I'd be free. Who get me? Ben ik zo episch door het kamp gegaan en dan zit ik vast achter een porseleinen pot. Deze nog even bevrijden en dan zijn we ready. Alsjeblieft. I owe you my life. Klopt. Nou, laten we dit alvast terugbrengen. Giddy up! Maar dat kunnen we ook zo meteen doen, hè? Hey, zal ik deze nog even afronden trouwens? Hey, je zijn gewoon linkse. Of zijn dit rechtse? Ik weet het niet. Kan allebei.
had ik beter gewoon net kunnen doen. Maar goed, ik heb net alleen die jager eruit gehaald. Nooit geweten dat er überhaupt iets in zat. Ik denk sowieso dat ik niet meteen terug ga naar Diona. Ik denk dat het voor de missie op zich wel handig is om meteen daar naartoe te gaan. En het synchronisatiepunt erbij. De hoge priesteres moeten we mee gaan praten. En hoe heet deze questline dan? Een god onder de mensen. We doen het voor Empedocles? Jesus Christ, een moeilijke naam. Ik ga wel meteen alles in de buurt aan doen. Hier staat Diona gewoon, maar dat komt zo meteen wel goed. Watch where you're going. Oh, er zijn twee sidequests zelfs. Oké, dat wist ik niet. Hier een sidequest en er is hier een sidequest. Zullen we het allebei oppakken dan? Down on your luck? Have I got a solution for you? Straatverkoper. Down. What's all this about? It's about adventure, thrills, danger, and untold fortunes. I love a good adventure. If you've got the drachmi and the time, I've got a once-in-a-lifetime adventure just for you. Tell me more. Secrecy is key, Mystios. We can't just have anyone knowing there's a fortune to be found. But first, everything has a price. Pay up, and I'll give you a tablet with everything you need to know. Here you go. Excellent. Here you go. This tablet will lead you directly to untold riches. What? Just tell me where... The tablet reveals all. What does that even mean? Just look at the tablet and follow the directions, Mystios. My work here is done. Off the east coast of Kenya, on Theokov the island, your reward awaits. Goed dat ik deze heb opgepakt, want dit betekent dus dat ik het uiteindelijk kan gebruiken... onderweg. Onderweg met de Adrestia. Komen we er vast en zeker langs. Maar ik denk zomaar dat dit een setup is. Dit klinkt gewoon niet legit. Dit klinkt alsof hij me even snel een tablet heeft verkocht. 1000 drachmi heeft verdiend. En me dan leidt naar bandieten ofzo, weet je wel. Empedocles can lead us all to meet the gods. He knows the way. We must worship him. What seems to be the problem? Empedocles be praised, Mystios. I've done nothing wrong, yet these priestesses mean me harm. Please, my god is powerful and rich. His god is a Malaka, a blasphemous blight on Aphrodite's hallowed soil. This is a matter for priestesses alone. You said rich? Indeed. Empedocles rewards those who come to his call. These priestesses have imprisoned him in the fort. He's a god. He deserves worship. He doesn't sound like much of a god to me. How could you? You can't keep a god bound. And anyone who tried would die in the attempt. Empedocles is not that kind of god. He is no god at all. Your words are an affront to the will of Aphrodite. If these priestesses speak for Aphrodite, then I speak for all three slobbering heads of Cerberus. Time to go save a god, apparently. Do as you will, Mystios. But even you cannot be everywhere at once. I'll be fine. Is there anything else you need to know? Wat bedoelde ze met die laatste zin? Does he stand out in any way?
There may be more than one prisoner. The guards stripped him naked. And when you are confronted with his gift, Embedoglis' godly nature will be hard to deny. His gift. Het gaat om zijn lul. Let's just say you'll know it when you see it. Where can I find this god of yours? They have him locked in a cage in Scandia Bay with the livestock. This would be shameful for any regular god, and more so for a vegetarian god. I know all I need. Your Empedocles will be freed. Do not worry for my sake. It is Empedocles who needs your help. He's over there. Wow, wacht eens eventjes. De sidequests blijven ook maar doorgaan, want daar is er ook nog één. Ik denk pak ze even op. Kijk, een paar zijn er buiten het eiland. Een paar zijn er nog op het eiland. Daar is iets heel cools met paars, zie ik. Zo, dat hebben we eventjes allemaal ontdekt. Ik vind het belangrijk dat we eventjes alles ontdekken natuurlijk. En met die perceptie van Icaros hoeft dat ook helemaal niet moeilijk te zijn, zie je? That's it. Als het goed is, alles ontdekt. Maar goed, daar gaan we zo wel heen. Ik ga eerst eventjes dat punt synchroniseren. Er zijn nu geen sidequests meer in de buurt. Alleen nog daar beneden één. En natuurlijk de quest van Diona. En daar wil ik me eigenlijk wel even mee bezighouden. Eerst het synchronisatiepunt. En dan naar de priesteres. De hoge priesteres. Dat is nog een belangrijke ook. Down on your luck? Have I got a solution for you? Deze guy, hè. Hij is me zo in de zijk aan het nemen. 100%. Het eiland is niet groot, maar toch als je elke hoek wilt afspeuren, dan ben je er toch wel even mee zoet hoor. Ik denk toch wel een uurtje of twee dat je over zo'n eiland aan het rennen bent. Want overal zie je toch weer vraagtekens en hoekjes vandaan komen. En die hele hoek daar met het synchronisatiepunt hebben we nog niet eens gehad. Dus ja, je vindt toch wel meer en meer en meer steeds. Daar is een enigmate als straken. En ook daar is weer een synchronisatiepunt. Dus er zijn nog twee synchronisatiepunten op dit kleine eiland. Top, die hebben we ontdekt. Hier achter me blijkt nog wat te zijn. Oh, die perceptie is zo handig. I bet people from all over come here to worship Aphrodite. Gemaakt in de bodemloze afgrond. Hi, priestess, open up. So you can kill me? Who sent you? Leonis sent me. I'm a friend. What did that idiot girl send a Mystios for? I gave her orders to follow, not to delegate. She says you think there's a traitor in your midst. You can't trust anyone these days. What do you want with the cult? They ripped my family apart. I'll have vengeance. Excellent. Anger is a wonderful motivator. The Cult of Cosmos have much to answer for, and they will answer to me. Perhaps you will be of use to me after all. I sent one of my handmaidens to spy on some of our own, and... She hasn't returned. Indeed. Except I couldn't care less about her. It's the information she uncovered I desire. Retrieve it for me.
Your dislike for your sister is obvious. What happened between you two? I'm the firstborn, and with that come certain privileges and responsibilities. My sister is a vindictive, jealous creature. She undermines my authority constantly. Clearly, she thinks she'd make the better High Priestess. I see. But she is my sister, and I do love her. I just wish she wasn't a jealous little fool. Where should I start looking for her? I sent her to the outskirts of Kythira. I recall there being a farm in that area. She might have taken refuge there. That's where I'll start, then. She would be looking to avoid busy areas like the military camp. Wait. Did you have something to do with my prisoners being broken out of jail at the military camp? Yes. That was my doing. The harbor master said the High Priestess locks up innocent people and executes them. I could not stand idly by. I wasn't going to execute them. Torture them, maybe, but all stand trial here in Kythira. That liar! The harbor master strikes out at the temple when my sister scorns him. But this time, he's gone too far. I'll overlook your involvement in this. Just make sure you get me that information while I deal with him. Where did you say to look again? Try the farm outside of the city. She might be hiding out there. Gewoon de exacte locatie geven. I'll get you the information your handmaiden found. Good. I'll make it worth your while. Now go quickly. She was last seen east of Pilgrim Hill. Ten eerste ben ik nu rete benieuwd naar hoe zij eruit ziet. Ten tweede... Altijd als ik die... Als ik alle dialoogopties gebruik, zeg maar... Dan opeens geven ze bijna de exacte locatie van de mensen die ze zoeken, terwijl ze niet weten waar ze zijn. Altijd wel apart. Dat gaat om die soort van halfgod. Whatever. Ze ging naar het noordoosten van de tempel... Noordoosten, dat is letterlijk recht omhoog. De olijfboerderij zou zomaar kunnen, dan moet het hier zijn. Oké, het is allemaal heel dicht bij elkaar, dus we gaan vrijwel alles meteen doen hier. Kijk, dat is wel fijn aan zo'n klein eiland. Je rondt er meteen alles af en het is toch interessant en het ziet er toch allemaal leuk uit. Maar alles wat je doet is binnen een bepaalde straal, binnen een bepaalde cirkel. Oh, trouwens, dit kan nooit een boerderij zijn. Maar misschien is er dan toch nog een locatie in de buurt. Daar komen we vanzelf achter. Daar beneden kom ik straks ook vanzelf achter. Maar ze zeiden wel ten noordoosten. Is hier misschien een boerderij in de buurt in zicht of iets dergelijks? Dit is de enige boerderij die in zicht is. Toch? En anders moet het daarachter ergens zijn. Ja, zie je, dit is een boerderij. Found her. Ja, dit is sec. Dit is cultist. Ondanks dat ik de goede locatie vrijwel meteen binnen heb, pak ik eerst even deze mee. Ga ik langs de halfgod. We kunnen uiteindelijk alles straks in één keer inleveren. Die shit van Dione, hoge priesteres. De halfgod, die is... wacht, een veganistische halfgod met een hele grote pik. Ontzettend vaag. Nou wil ik hierheen. Doe me gewoon meteen de rechterkant. YOLO Diabolo. Vooral wetende dat daar en een synchronisatiepunt is en een volgende sidequest en deze freaking god ofzo. Where is the Murex camp? Here.
Even een valletje zetten. Look at me, man. Look at me, man. Got you all, suckers. Ja, ga maar lekker naar het alarm toe, man. Wat een lekkere drukte hier, wat gezellig. Got you now, boys. Hij probeert het aan te steken. Later. Nou, deze gaan we allemaal easy peasy makkelijk bevrijden. Easy peasy, lemon squeezy, man. Daar is die andere guy. We gaan eerst even natuurlijk dit allemaal doen. Nationale schat. Oké, lekker, lekker, lekker. Flink wat buiten gemaakt. We hebben hier beneden nog zo'n ding. En daarna gaan we die god bevrijden. Ik ben wel heel benieuwd naar de god. Jullie ook? Tenzij de missie al ken natuurlijk, maar ik ben echt wel benieuwd naar die shit. Er zijn wel ontzettend veel schatten hier, hè? Of in ieder geval spullen van waarde, lootable items. Whatever. Nou, het fort is gecomplete, dan moet die guy hier boven zijn. Yo, man.
back in there. Do you see, feeble humans? I, the great Empedocles, cannot be caged. Worship me, and I offer you an audience with the gods. Put down your blades. I offer those to follow me an audience with my brothers and sisters. Waar rent hij heen? Ik denk naar een rustig punt om even te kunnen kletsen of zo. So you best put down your blades. Do not stop my godly groin. Look upon my form, mortals. Regard my godly gifts and know the truth of my words. No need to thank me for your rescue. Your lackey is thanks enough. Me? Thank you? Here? With no audience? No, my heroic friend. The stage is not set. Our performance is missing that most vital ingredient. An audience. Meet me by my personal statue so we may continue. Dit was totaal niet de planning, maar typisch de definitie van een open world RPG met dit soort avonturen. I love this, man. We worship a little differently where I'm from. We don't kill a man for what he believes. We show respect. Respect is for the gods, not those who pretend to be them. The world is full of strife, yes, but also love. Embrace it. Embrace me. And I will personally introduce you to all my family. The gods. If being locked naked in a cell makes someone a god, the Pantheon would be overflowing. Maybe Empedocles is a god, maybe he's not. All I know is that he doesn't beat young men to death. I follow you proudly. Brothers, sisters of Kythira, join me. You think betraying Aphrodite will go unpunished? You may not believe in my godliness, Mystios, but I believe. There's some god in you, and that we can put to use. Even a god won't work for free. Of course. What else would I spend my drachmi on? Clothes? Clothes would do you some good. You're just scared of my true form. But there's another matter we need to discuss. I'll help you. How often do you get to help a god? Of my caliber? Never! Come, my well-muscled friend. There is much to discuss. But first... So you're not the god of getting to the point? The likeness is terrifyingly good, don't you think? Yeah, prachtig. Terrifying, yes. What did you need? A god never needs help. But yes, please. I've been having trouble with my brothers and sisters. The gods? Family problems. When I first arrived on Kythira, I was imprisoned for my beliefs. They stole my purple robe, and inside it is a very special disc. The key to my family estate. And you want this disc retrieved? Of course. The disc is a key. A key that opens a door to the gods themselves. This disc must be returned to me. Oké, nu hij zo begint te praten over artefactachtige discs, zou die guy zomaar gelijk kunnen hebben al die tijd. You said this robe thief intercepted you at the dock. Do you know where he is now? He and his guards patrol along Kythera's main roads. But he enjoys roughing up recent arrivals. The gods would protect themselves with more than a locked door opened by a disc. Oh, but you should see the door, Mystios. Something so beautiful was not crafted by mortal hands. And my brothers, my sisters, I hear them calling me home from beyond it. What are your godly brothers and sisters really like, Empedocles? As any sibling, loving, filled with strife. They once caught me eating lamb and cast me out. Though, between you and me, that lamb... worth it. The gods wait for no one. Patience is not one of our virtues, no. Will you help?
This disc sounds important. I'll find the man who stole it and return it to you. Een god onder de mensen. En nogmaals, zo'n compleet random plot twist. En wending in de aflevering blijkt toch interessanter te zijn dan gedacht. Want op het moment dat die man begon over een disc, was ik om. Found him. Wacht, found him. Later. Gelukkig was het zo dichtbij en zo simpel. Het zag er inderdaad wel uit als een epische disc. Fijn dat ik deze dorpsgekken kon helpen, maar ik ben toch uiteindelijk wel benieuwd naar de conclusie. Look how he strides. The confidence. If I didn't know better, I'd say there were two gods of Kythera. I found your disc. Praise me! Clearly, I have worked through you. Clearly. Time to meet the gods, then? I'd love to introduce you to my family. Of course, if you're ready to join me. This should be interesting. That, my dear Mystios, I can absolutely guarantee. Straks is dit een sectelid. A moment, please, while I address my audience. Rejoice! For I, your humble god, shall introduce you to my brothers and sisters. Athena awaits you. Ares demands your audience. That's a big promise. You doubt me? I doubt you could get us to the ocean. It's behind you, by the way. How dare you mock? I'm a god! A god! What am I? A god? Thanks for clearing that up. We set sail for the Gulf of Corinth, and all the secrets she veils. Meet us there, and see the truth for yourself. And meet your siblings? I wouldn't miss it. Weer een missie afgerond. En de trap naar Olympos zou dus ergens hier moeten zijn. Kijken. Gelukkig staat deze meteen automatisch aan. Dan kunnen we ook meteen die meepikken. Dan hebben we ongeveer alles gedaan, globaal gezien, op dit eiland. Maar hij heeft dus ergens... We gaan het denk ik binnenkort nog wel een keer tegenkomen. Hij laat ons ergens naartoe gaan... En zegt dat we hem daar moeten meeten om zijn godenfamilie te ontmoeten. Het zou best nog wel eens kunnen dat hij een of andere supercoole deur hebt gevonden van de eerste beschaving. Ja, dit is het ook gewoon. Ik ken deze plek. Bro. Met zijn mantel en zijn sleutel nodigde Empedocles Alexios uit om zijn familie te ontmoeten, de goden zelf. Bereikt de grot van het vergeten eiland. Het geeft ook sick reward, zelfs een artefact. Wat? Had die guy al die tijd gelijk? En neem ik hem zo in de zeik omdat hij zo ongeloofwaardig overkomt? Ik denk het wel, jongens. Tunnelvisie. Het is een Odyssey hoofdstuk. What the fuck? Nooit verwacht. Ik moet alleen nog even deze doen en daarna ga ik Diana bangen. Ja? Zullen we dat doen? Bangerang? Sorry god, dat ik je ook maar een seconde je heb getwijfeld. Je lulde veel meer waarheid dan ik dacht. Het kwam gewoon zo ongeloofwaardig over, makker. Ja! Bravo, Alex!
Hey, ezeltjes. Vet schattig. Ezeltjes op de olijfboerderij. En varkies. Aww. Not many places for a handmaid to hide in the outskirts of the city. This must be it. Oké, okay, die moeten we vernietigen, die moeten we vernietigen en die. Dat zijn er dan drie. En dan is er ergens ook één schat, die ligt daar. En voor de rest moet ik ze allemaal killen. Everyone wants to bring me in now. Ja, ze vinden het niet zo tof dat ik de voorraad aan het vernielen ben, heb ik het idee. Not many places for a handmaid to hide in the outskirts of the city. This must be it. Glory awaits! Lekker vliegen met z'n allen, jongens. Fuck you, cultists! Nee, ze is dood! Do not trust. Oef, dat is wel sad. It's addressed to the High Priestess. She needs to know about this. Oké, okay, dat escaleert ongelooflijk quickly. Hey, heb ik de schat gepakt trouwens? Nee, hè? Deze enemies altijd echt totaal kut, maar ik vermoord ze nu wel even. Nee, you fucker. Gelukkig is mijn overall build best wel overpowered, maar anders was dit echt onwijs stergend geweest. Want rechts onderin, ik heb eigenlijk maar twee van die icoontjes om gezocht te worden.
terwijl je de 5 kan hebben. En nu word ik er al gek van. Laat staan. Prachtige locatie, though. Echt prachtig hier. We gaan hem bijna afronden bij Diona, jongens. Persoonlijk hoop ik deze aflevering wel te kunnen afsluiten met een enorme bangerang. Met Diona, maar goed, je weet het nooit. Misschien doe ik het wel allemaal in de verkeerde volgorde. Misschien dat ik de hoge priesteres nooit eerder moet helpen. Je weet het niet. Ik weet in ieder geval wel dat ik nog een quest moet inleveren bij Diona, dus... Op hoop van zegen. Well, what of my handmaiden? She was murdered. It might have something to do with this note. It says, don't trust the fates. That's it? The rest of the papyrus is stained with blood. That makes no sense. She protected it with her life. It wasn't for nothing. Now we will never know for sure if there is a traitor in our ranks. But I cannot rule out the possibility. Our situation is dire. Work with the Oni. Secure Kythira for us, Mystios. Oké, okay, deze missie is achter de rug. Ik zet meteen eventjes de volgende aan, want we moeten inderdaad de quest nog inleveren bij Diona. Dat is daar. Dus die volgen we. Die betalen we af, maar we hebben toch genoeg. We komen er ook niet meer continu van die gasten achter me aan. En deze pakken we nog even op. Paarse pijn voordat ik fast travel naar Diona om de quest in te leveren. Oh ja, deze gast ligt hier nog steeds met dat paard. Die pakte ik wel even vies aan met die pijlenboog. What have you done? You killed my son! Amistios? You'll be punished for what you've done! I didn't murder your son! It wasn't me! The gods have sent you to help me, haven't they? This crime will not go unpunished. Tell me what you need. Nemesis has heard my cries! What's going on? My son was murdered at the Murex warehouse. His head smashed in like an egg. It was Kythira's leader. I heard them arguing in the warehouse. Then why didn't you stop them? You lie! Go to the warehouse and find out who killed my son, Mystios. Justice must be served. Your son's death will not go unpunished. What evidence do you have against Kythira's leader? Your son was fooling around with the leader's daughters. All four of them. Daughters? I forbade him. Told him the leader is a fearsome and vindictive man. He was blinded by the reeds. Check the fort and you'll find the gifts they gave him. What makes you think he did it? We took him in and gave him a job. But all he's done is steal from us. My boy fired him, kicked him out. I did steal, but I would never hurt someone. You hurt him when you betrayed him, Malaka. That doesn't mean he killed him. Where is the warehouse located? At the end of the harbor. It's a bloody mess now. I'll go to the warehouse and see what I can find. Find out who the murderer is, Mystios. I'll make sure this Malaka stays put. I'm innocent. You'll see. Jongens. Dit is het pakhuis. Het is ook super close. En het is overigens meteen het laatste synchronisatiepunt. Dus ik doe het ook meteen, maar... God damn it, guys. Kythira. Je komt hier dan aan. That smell. Who knew dye so foul would be so expensive? Ja, het lijkt me ook niet heel gezond voor die hond, man.
Kijk hoe cute hij is, maar... is niet heel gezond. Maar goed, je komt dan aan op Kythira en dit verwacht je gewoon niet. Je verwacht niet dat het zo'n interessant verhaal heeft, man. Er is zoveel te beleven. Het is echt insane. Brengt ons wel allemaal naar die leider, hè? Kijk, ik synchroniseer dit eventjes. Als ik straks misschien naar het huis van de leider moet, dat doe ik in de volgende aflevering. Maar ik eindig deze episode met het bangen van Diona, mocht dat lukken. Die hond volgt me gewoon als een of andere cutie. This must be the murder weapon. It's caked in dry blood. Heavy, too. There's no way the little guy could have swung this. Ja, die hond blijft me echt volgen. Dit is wel heel schattig. Not much blood. And his head was bashed in. Probably a blunt weapon. Wat een nare crime scene, though. Mensen hier voor de deur staan ook gewoon met elkaar te lullen alsof er niks is gebeurd. This bracelet looks expensive. They could be gifts from the daughters, or an attempt to frame Kythria's leader. Oké, ik ga via hetzelfde strand terug naar die vader. Leg dit dan hem voor en ga daarna naar Diona, want de eerstvolgende quest die we krijgen... ja, zal waarschijnlijk toch wel met het leider van het zal waarschijnlijk toch wel met de leider van het eiland te maken hebben, maar... ik wil de aflevering niet te lang maken, mijn raw videofile zit al op een uur. What did you find, Mystios? I searched the warehouse and found a gold bracelet and a heavy stone tablet covered in blood. See? I told you you'll find gifts from the leader's daughters. It's not proof of innocence. What's this about a stone tablet? Tablet? I don't know of any tablet. Mystios, tell me who murdered my son. This worm or Kythira's leader? If the fort leader is as strong as you say, only he could have lifted a tablet like the one I saw. There's no way this scrawny thief could have swung it like a weapon. Then kill Kythira's leader. You will be paid when he ceases to draw breath. And make it a slow, painful execution. It will be done. Thank you, Mystios, for clearing my name. Clearing my name. Oh wow, bevindt zich daar, dope. Want dat is precies op het punt waar ik die shit met Diona ga eindigen. Dus we zetten dit aan, maken de fast travel, eindigen de aflevering. En als we dat hebben gedaan, jongens, gaan we in de volgende aflevering de leider van Kythira killen. En vervolgen we ons avontuur ook helemaal ten noorden naar die man die zich voordeed als god, maar misschien echt een god blijkt te zijn. Tjonge jonge jonge, de avonturen van Odyssey, de avonturen van Kythira. Super vet. Dit doe ik eigenlijk nooit, hè? Maar ik zag dit net staan op in het laadscherm, zeg maar. De premiejagers die altijd een jacht op me maken. Zie je, via dit kan je het zien. En zo kan je daadwerkelijk... ja, premie op een huurling. Op 308 meter, die loopt hier ergens rond. Zo kun je deze letterlijk... dit doe ik echt helemaal nooit, hè. Dat is eigenlijk misschien heel dom. Zo kun je letterlijk allemaal super dicht in de buurt XP en geld verdienen. Echt stom dat ik dat soort dingen nooit doe, want je weet hoeveel premiejagers ik in de tussentijd heb gekild.
Diona, het is zover. Tijd om de aflevering te stoppen en tijd om alles te bespreken. I freed your mercenaries and dealt with the captain as you desired. That's good news. You've dealt a heavy blow to the cult's forces. You're getting sexier by the minute. Anything else? Your sister sends her regards. Did you find out anything about this traitor? There seems to be a traitor in the temple, but she's unsure who. There was just a note reading, "Do not trust the fates." Interesting. It really is as my sister says. We can't trust anyone. Thank you, Mistios. I'll watch my back. Is there something else? Here is your apothecary's bag. With this, we can make sure all our priestesses are armed for battle. Excellent work, Mistios. I've done what you asked. What now? My scouts will meet us at my villa. They'll fill us in on what they've discovered, thanks to your efforts. I have something else to attend to, but if I get there and we have some time on our hands, by the fates, we'll have some fun. You'd better hurry. I'll see you at the villa. I will. Vergif me niet. Huh? Dat is een raar woord. Oh, lekker wijf. Zit nu alweer aan me. Meerdere missies voltooid. En ik ga hierbij. Kijk nou, het blijft doorgaan. En ook meerdere missies afgehaald. Jongens, grote gameplay. In deze episode. Zoveel gedaan op Kythira. Super thanks voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende aflevering. Later.